Vandaag is de jaarlijkse fotodag van PSV van de jeugd. En daar zien we uiteraard niet heel erg veel van. Dus daarom leek mij vandaag de uitgelezen mogelijkheid om de spelers van onder 15 te leren kennen. En hoe goed kennen ze zichzelf eigenlijk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat doe ik met de opinielinie. De eerste stelling is, ik stond vandaag langer voor de spiegel vanwege deze fotodag. 3, 2, 1, go! Oké, dus jij vindt het heel erg belangrijk en jullie boeit het helemaal niks. Wacht even. Het zat al goed. Ja, zat al goed. En voor jou? Nou, ik kwam gewoon met losse haar hier naartoe en ik heb net voor de spiegel gedaan voor de foto's. En wie vindt dat hij er sowieso super goed uitziet? Bescheiden zijn ze. Oké, dat is duidelijk. Ik ben de meest fotogenieke, of knapste, van dit team. 3, 2, 1, go! Wat is deze twijfel, jongens? Wat is deze twijfel? Nee, nu ben je bescheiden. Jij vindt dat wel. Jij op deze kant op. Jij vond het zeker wel. Jij dacht, oh nee, hij gaat hier naartoe, dan doe ik het ook. Oké, daar kom ik meteen ook bij jou. Waarom vind jij zelf de knapste van dit team? Super awkward dit. Maddie, hou je mond, maar kom maar. Ik heb veel meisjes. Hey, dit is gewoon een... Oké, Hidde. Heb jij een beetje te maken met de jongens die ook gewoon lekker stoer het veld opkomen en denken... Ja, ze zijn heel ijdel. Ik denk dat ze er heel druk mee bezig zijn. En ik denk dat het wel redelijk goed... Ik had Jari en Gino ook nog daar verwacht. Jari, komt dat door je haar vandaag? Of? Beetje bescheiden zijn ze. Ze zijn bescheiden. Hey, jongens, waar hadden jullie Hidde neergezet? Ja, dat is duidelijk. Dat dacht ik al. Nou, Hidde. Ik onthoud het. Ik noteer het. Ik ben de beste speler van het team. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Jongens, wat is dit? Ja. Waarom staan jullie allemaal in de rij? Ja, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Perfect. Hey, maar applausje. Ja, ik kan dit alleen maar waarderen. Het is niet afgesproken. Maar dit zegt wel dat het het echt team is. Hidde, kom er even bij. Maakt jou dit trots als trainer? Dat ze me nu trots maken? Ja. Nou, ik vind eigenlijk dat ze, als ze aan het trainen zijn, dan hebben ze allemaal een hele grote mond. En in de kleedkamer lopen ze allemaal stoer door de kleedkamer. En nu, als het voor televisie is, staan ze allemaal bescheiden in het midden. Dus dat valt me een beetje tegen. Oké, ik zou willen dat ik één van de voetbalkwaliteiten van een teamgenoot had. 3, 2, 1. Dit vind ik nice. Leuk, hè? Dat vind ik leuk, ja. Tel eens. Het zou handig zijn, alleen iedereen is op voetballende techniek, zeg maar, is iedereen anders. En je bent goed op je eigen manier, zeg maar. En je kunt, zeg maar, een techniek kun je ook ontwikkelen, zeg maar, vind ik. Je hebt vertrouwen in jezelf. Juist. Netjes. En welke kwaliteit zou jij willen hebben van een ander? Misschien echt snelheid. En wie is volgens jou supersnel? Diciano is heel snel. Wie is Diciano? Diciano is snel. Noem mij ook man, hoor ik hier. Die en Gino zijn ook wel heel snel. Maar iedereen heeft wel zijn eigen kwaliteiten. Maar het zou ook wel mooi zijn als je bijvoorbeeld van iemand anders wat mee kan pikken. Ja, dat kan niet, helaas. Maar het zou wel leuk zijn. Oké, kom maar terug. Liever één week dezelfde voetbalkleding aan zonder te wassen, dan een wedstrijd een linkerschoen aan je rechtervoet aan hebben en andersom. 3, 2, 1, go. Nee, jongen, het is gewoon een belangrijke wedstrijd tegen Ajax. Pieter, vertel eens, waarom sta je hier? Nou, ik denk dat ik niet goed kan voetballen met bananenschoenen. Dat gaat me gewoon niet lukken, denk ik. Dus dan maar liever stinkkleding. En als er dan meiden komen kijken, wat dan? Ja, dat maakt niet uit. Focus op Bali. Focus op Bali, ja, zo niet. Oké, kom maar terug. Ik zou het leuk vinden als er meer meisjes van mijn leeftijd langs de kant zouden staan als ik een wedstrijd speel. 3, 2, 1, let's go. Zo. Ja.
Ik denk dat ik nu wegloop, want dit is natuurlijk dit is echt totaal niet waar. Tuurlijk vinden jullie dat leuk. Ja, hoe meer mensen, hoe meer publiek, hoe meer spanning. En dat vind ik fijn. Dus... Ja, maar dan zou je het toch juist leuk vinden als er meer meiden zouden staan? Ja, alleen dat is misschien ook een beetje afleiding. Maar ja, het is wel fijn als er meer mensen naast het veld staan. Maar niet meisjes van jouw leeftijd? Nou, dat hoeft niet. Wie vindt er een vriendinnetje belangrijk? Wie heeft een vriendin trouwens? Wie heeft een vriendin? Of wie heeft een partner, hè? Zo moet je dat vragen. Niemand. Dus het is echt focus op Bali dan. Zullen we dat dan even met z'n allen een 3-2-1 zeggen? Jongens, wat is dan belangrijker dan meisjes 3-2-1? Focus op Bali. Focus op Bali. Dit is zo niet waar. Ja, ook boys, ook hierin. Als ik de kleedkamer binnenkom, dan gaat het alleen maar over vrouwen. En als ik dan naar binnen stap, dan worden ze al een beetje meer verlegen en dan... Gaan ze over voetbal praten en dan doe ik de deur dicht en dan gaat het erover vrouwen. En nu staat de camera er weer bij en dan allemaal die kant op. Het is heel jammer. Ja. Dit gewoon liegen. Je loopt één keer per dag de kleedkamer in en dan praten we over vrouwen. Ja, hoe kun je dat nou weten? Volgende vraag, kom maar. Ik had echt totaal geen zin in het item voor Ready for Maddie. 3, 2, 1, go. Is toch hier? Houden we, Stijn? Stijn loopt er gewoon het veld af. Oké. Okay. Jij doet een beetje stoer, hè? Nee. Focus op Bali, dus. Tuurlijk, focus op Bali. Hey, jongens, ik vond het superleuk. Dankjewel. Jullie politiek correcte antwoorden hebben mij nu ook weer ontzettend tevreden gestemd. Ga ervoor dit jaar en ik kom gewoon een keer kijken. Want ik ben niet van hun leeftijd. Dus dan is sowieso focus op Bali. Dankjewel jongens. Goed gedaan. Kijk volgende keer naar Ready for Maddie.